Welkom op dekleineladder.nl. In dit filmpje laat ik zien hoe je zelf glitterlijm kunt maken. Wat heb je nodig? Plakpoeder of behangerslijm, 250 ml water, een kom, een lepel en natuurlijk glitters in de vorm en kleur die je zelf mooi vindt. Je pakt de kom en het lepeltje vul je met 6 gram poeder die je vervolgens in de kom doet. Nu voeg je steeds een beetje water toe en roert ondertussen, zodat er een kleurloos en klontvrije massa ontstaat. Dit laat je een half uur staan, zodat het kan opstijven, waarna je het nog een keer stevig doorroert. De lijm is nu klaar om gemengd te worden met glitters. En dit kun je dus helemaal naar smaak doen. Hoe meer glitters, hoe bedekkender de lijm wordt. De helft van de lijm kun je in een potje doen, zodat je snel een klein beetje glitterlijm kan maken, wanneer je dat ergens anders voor nodig hebt. In de rest van de lijm doe je de glitters, in dit geval paarse glitters met een vleugje goud. Even goed doorroeren en de glitterlijm is klaar. Ook deze kun je in een potje doen als je niet alles gebruikt. Zo kun je deze later nog een keer gebruiken. Wanneer je een klein beetje glitterlijm nodig hebt, pak je het potje lijm, doet een klein beetje lijm in een schoteltje en voeg de glitters naar smaak toe en roert ze door. Zo heb je in enkele minuten de glitterlijm die jij wilt. Ook zo'n klein beetje kun je makkelijk bewaren wanneer je deze bijvoorbeeld de volgende dag nog een keer wilt gebruiken. Dit doe je door een stukje boterhammenzak op te leggen. En nu kun je de lijm gebruiken om bijvoorbeeld deze kerstballen te maken. In de beschrijving van dit filmpje vind je een link naar het bijbehorende artikel op de website. Daar vind je ook andere artikelen. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe filmpjes? Abonneer dan op dit kanaal. Veel plezier!